Welkom bij deze video. Mijn naam is Ferdinand Stijn, dit is mijn collega Martijn Ditsel en vandaag gaan we het hebben over security in de zorg. Martijn, wat kun je me allemaal vertellen over security binnen de zorg? Je ziet in de afgelopen jaren heel veel aanvallen zijn geweest binnen zorginstellingen waarbij data niet meer beschikbaar was. Dat levert heel erg veel stress op, helemaal in de pandemie waar we natuurlijk nu in zitten. Als we gaan kijken naar die aanvallen, dan is dat niet altijd alleen maar gericht richting de IT-infrastructuur, maar ook echt naar de levens van de patiënten. Je kan je voorstellen dat wanneer een zorgverlener niet bij de data kan, dat ook niet het werk kan uitvoeren. Daarnaast wordt losgeld vaker betaald binnen zorginstellingen, omdat het in die end goedkoper is dan dat ze bijvoorbeeld een dag hun werk niet kunnen uitvoeren. Ja, dus een zorginstelling wordt eigenlijk sneller getarget dan een gemiddeld ander bedrijf? Vaak is het rendabeler. Ja, oké. Okay. Wat zijn nog meer trends? Nou, je ziet ook vaak dat er onvoldoende budget wordt vrijgemaakt voor cybersecurity. De grote zorginstellingen die hebben het vaak wel geïmplementeerd, maar de meeste is het echt nog steeds een probleem. Daarnaast is het juist opleiden van je personeel een probleem, samen met het binnenhalen van de juiste mensen en ook het behouden. Als laatste misschien ook nog wel is dat medische gegevens op de zwarte markt echt meer geld opleveren dan bijvoorbeeld financiële gegevens. Zo, dus een crimineel die krijgt gewoon meer voor een medisch dossier dan voor ja, bijvoorbeeld creditcardgegevens. Ja, oké. Okay. Nou, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we dit soort organisaties goed gaan beveiligen? Nou, vaak zie je bij zorginstellingen dat ze nog werken met een standaard virusoplossing. En als we daarnaar gaan kijken, dan kunnen we dat zien als een framework waarbij alle hedendaagse virussen eigenlijk bekend in zijn. Middels die handtekeningen, signature-based. Juist. Stel, ik stuur jou een Excel-file en in dat Excel-file zit virus X. En dat is bekend in dit framework. Dus het framework zal tegenhouden, wordt niet doorgestuurd verder. Ik ga het nog een keer proberen en ik ga diezelfde file ga ik nog een keer naar jou doorsturen. En ik doe dat nu met Y. En Y is niet bekend. Dus er wordt nu gezegd tegen jouw endpoint, ga maar downloaden. En je virus is binnen. En je virus is binnen. Klopt. Als we gaan kijken naar next-gen antivirus, zoals Carbon Black, dan gaan we starten met een cloud. En daar gebeuren hele toffe dingen in. Ik ga jou datzelfde virus ga ik jou nog een keer doorsturen. En hier is ook X is weer bekend, dus hij zal hem tegenhouden. Ja. Ik ga het wederom proberen, en nu met Y. En Y is hier niet bekend. Dan zal ook tegen jouw endpoint gezegd worden, ga maar downloaden. Vanaf dat moment gaan er hele toffe dingen ook gebeuren. We hebben hier te maken met machine learning, met artificial intelligence. En vervolgens wordt er gekeken naar hoe jouw endpoint of de applicaties op jouw endpoint zich gaan gedragen. Als ik jou een Excel-file stuur en jij opent hem, is het heel normaal dat Excel zal openen. Ja. Het is niet normaal als bijvoorbeeld een command prompt geopend wordt of als een Explorer geopend wordt. Dat gedrag wordt gemonitord en wordt aan jou teruggekoppeld in een portal. En vanuit die portal kun jij zelf actie ondernemen. Wil je je endpoint uit het netwerk halen? Wil je gaan kijken wat er aan de hand is? Zeg je, nou eigenlijk valt het wel mee, want het is alleen maar het instellen van macro's. Daar heb jij zelf invloed op. Gaaf. Oké. Okay. Nou, ik denk dat dit wel een hele interessante oplossing is voor veel klanten van ons binnen de zorg, maar ook zowel buiten de zorg. Nou, wil jij als klant nou aan de gang met Carbon Black binnen jouw omgeving? Dan kunnen we jou nu op dit moment een gratis POC aanbieden. Dus ja, neem contact met ons op en dan zien we u snel.